U pleit mij vrij en ik heb u nodig. En toen dacht ik van ja, zo voelt dat wel. Als ik hier ga staan, dan heb ik inderdaad wel iemand nodig die mij een beetje vasthoudt. Dat lijkt allemaal zo makkelijk misschien, maar toch. Maar goed, had ik maar een vak moeten leren. Ik heb een paar mooie plaatjes meegebracht ter inleiding. Dat heeft u ook kunnen volgen op Facebook. Wie zit er niet op Facebook eigenlijk? Oh, oké, okay, dan laat ik het toch maar even zien. Misschien wel zo verstandig hoor, het kost je heel veel tijd voordat je er erg in hebt. Maar vooruit, laten we het goede ervan zien en genieten. Welke smaak wilt u? Als je, dat had gisteren misschien nog gekund, als de zon nog een beetje scheen, loop je langs de Oosterdijk en dan ga je op een gegeven moment even de kant op van, je weet wel, die winkel op de hoek daar zo. Iets met min en dan 12 erachter. En dan zie je het volgende. Kijk, dan sta je daar voor die vitrine en dan denk je van ja. En dan wordt je de vraag gesteld, wel, wat wilt u? En dan sta je daar te kijken en je loopt van links naar rechts, want het is meters lang dat ding. En je vraagt je af, ja, wat zal ik deze keer kiezen? En op een gegeven moment zie je die kleur, die blauwe, dat blijkt smurfenijs te zijn. Alleen dat blauw, dat als ijs, dat vertrouw je natuurlijk niet. Dan denk je eerder aan, dit is een soort opgeklopte koelvloeistof uit de auto. Dat gaan we dus niet gebruiken. Je gaat eerder voor het wit en misschien de aardbeikleur daarnaast. Maar die koelvloeistof smurvenkleur, dat nodigt niet meteen uit. Daar moet je wel overheen zetten om dat te gaan doen. Zo gaat het waarschijnlijk ook met het lezen van de Bijbel. Er zijn heel veel prachtige stukken in de Bijbel die zijn uitgestald, waarvoor je zegt van, oh ja, dat is mooi en dat is mooi en oh, en dat is zo bemoedigend. Maar er staan stukken in de Bijbel, soms hoofdstukken lang, die je maar liever overslaat. Net als dat smurvenijs vanwege die kleur. En een van die niet populaire Bijbelgedeelten wil ik vanmorgen met u lezen. Dat vindt u in de Openbaring, hoofdstuk 2. Vanaf vers 8. Eerder hebben we gelezen en nagedacht over de brief aan de Efeze. En toen later weer bij de doop van Piet zijn we terechtgekomen in de brief aan Laodicea. En dit is de tweede brief in de rij van 7. En die is gericht aan Smyrna. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen, maar het niet zijn, maar bij Satan horen. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef gesteld worden. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. Dat is niet fijn om te lezen. Die kleur, die smaak, die kies je liever maar niet. Want het gaat over de dood, het gaat over verdrukking en het gaat zelfs over de duivel. Liever maar niet, liever een ander gedeelte te lezen. Maar toch heb ik het gedaan. Smyrna, we gaan eventjes ons daarin verdiepen, ligt in het huidige Turkije. Ik heb een kaartje meegenomen en dat rode puntje daar in de verte, dat is de plaats Smyrna. Bij de volgende tik zoomen we wel wat in en dan zie je dat Smyrna ligt aan de kust. Een prachtige plaats, wat ook duidelijk wordt
op het volgende plaatje. Als je nu in Smyrna komt, dan heet de stad Izmir. En mogelijk, ik hoor al meteen, mogelijk bent u daar al eens op vakantie geweest. Wie van u is daar misschien ooit geweest? Kijk eens aan. Prachtige plaats. Ik heb mooie plaatjes gezien. Luxe tot en met. Een stad met 2,5 miljoen inwoners. Een stad die in de tijd van de Bijbel ook al erg belangrijk was. Een van de pronksteden in dat gebied Klein-Azië. En daar was al een kerk gevestigd waar dus deze brief naartoe is geschreven. En bij het volgende plaatje zien we de kerk van Saint Polycarpus. Daar kom ik straks op terug, op Polycarpus. Ooit bisschop geweest van Smyrna. En een kerk naar hem vernoemd, daar ziet u nu even de binnenkant van. Dat is een van de 13 nog operationele kerken. Er zijn heel veel meer kerkgebouwen. Maar 13 van al die kerkgebouwen zijn sowieso nog altijd elke zondag in gebruik. Mooi dus dat de kerk, de gemeente, nog altijd bestaat in Izmir, in Smyrna. Ik heb even gezocht of er nog een baptistengemeente zou zijn, maar die heb ik niet kunnen vinden. Maar oké, de kerk, zeker weten, is daar aanwezig. Nog steeds. Na 2000 jaar. Dat is toch heel bijzonder aantoonbaar. En dat ondanks die woorden die wij zo net lazen. Blijkbaar, en daar wil ik naartoe met u, blijkbaar is dit een gemeente met karakter. Hoezo dan? Zij weken, dat wordt hier beschreven, dat merk je, zij weken niet voor verdrukking. Verdrukking betekent, zoals het hier is opgeschreven, gekraakt worden. Vandaar dat ik mijn notenkraker uit de la heb gehaald vanmorgen en een paar noten. En als het hier gaat om verdrukking, dan betekent dat dit. Je wordt ergens tussen neergezet, tussen twee krachtvelden. Het is aan jou om ervoor te kiezen het te laten gebeuren of niet. Maar deze mensen hebben ervoor gekozen om die verdrukking te ondergaan en zich dus te laten kraken vanwege hun geloof. Niet op de vlucht te gaan, niet weg te duiken, maar ze hebben zich laten kraken omwille van hun geloof in Jezus. Kom maar op, neem me maar, doe met mij wat je wilt. En zo werd de een na de ander gekraakt, vaak tot martelingen aan toe. Ze weken niet voor armoede, we lazen dat. Een stad toen al welvarend met heel veel mogelijkheden om je business te starten en te ontwikkelen. Maar heel veel christenen hebben dat toen niet gedaan. En dat had waarschijnlijk hiermee te maken. Elk jaar opnieuw moest je in de tempel, die was gewijd aan de keizer, wierook ontsteken. En als je dat dan dat had gedaan, dan kreeg je na afloop een soort certificaat waarop stond op welke datum die en die zijn wierook ter ere van de keizer had ontstoken. En als je dat papiertje niet had, omdat je het niet had gedaan, dan had je een probleem. Dan kon je het ontwikkelen van zaken wel vergeten. En dan koos je dus eigenlijk ervoor om arm te blijven, onderontwikkeld te blijven en niet de kans te grijpen om mee te gaan in de flow van de economie van die dagen en dus rijk te worden, welvarend te worden. Nee, ze hebben ervoor gekozen om arm te zijn omwille van hun geloof. Want het zal niet bestaan dat wij ter ere van de keizer die zich God wil laten noemen, dat we voor hem het wierook ontsteken. Wat een prijs hebben deze mensen betaald. Een gemeente met karakter. In onze dagen wordt wel eens gedaan, dat even zijspoortje, alsof geloven in Jezus je heel veel gaat opleveren. Je wordt een geweldig aantrekkelijk persoon. Nou, bij mij is dat ook gebeurd, dat weet ik. Maar ook financieel
mag je gaan rekenen op de ene blessing naar de andere blessing. En er zijn boeken geschreven, 7 Steps to Success bijvoorbeeld. En er wordt in verteld aan de hand van de Bijbel, dat jij mag claimen dat God jou gaat zegenen. Dat noemen we het prosperity gospel. Let op, come to Jesus and become rich. Ik zeg het even heel zwart-wit. Maar zo lijkt het dan wel gepresenteerd te worden. Hier ontmoeten we mensen die gekozen hebben om arm te worden of arm te blijven vanwege hun geloof in Jezus. Wat een prijs betalen deze mensen voor hun geloof. Een gemeente met karakter, hoe aanlokkelijk het ook is geweest, toen ook, om mee te gaan en mee te doen, ze deden het niet. Gemeente met karakter, ze weken ook niet voor de laster vanwege de Joden. Dat klinkt een beetje pijnlijk misschien, maar er zijn andere plaatsen waar ook Paulus bijvoorbeeld zegt van ja, er zijn mensen die zich Jood noemen, maar dat zijn ze niet. Ze zijn geen afstammelingen van Abraham. Ze doen maar alsof. Het zijn geen echte Joden. En zo hebben zij zich schuldig gemaakt, de zogenaamde Joden, aan het meedoen met de overheid tegen die gelovigen van toen in Smyrna, met alle gevolgen van dien. In de kerkgeschiedenis, dat zal ik erbij vertellen, zijn er ook zogenaamde christenen geweest die hebben gedacht het niets te bewijzen aan God door naar Israël te gaan en het land te zuiveren. De kruistochten worden die genoemd. Dat waren ook zogenaamde christenen. Het kan niet waar zijn dat op die manier de strijd voor God gestreden moet worden. Zij hebben het verdragen. De armoede, de verdrukking en de laster van de zogenaamde Joden. Een gemeente met karakter, dat blijkt. Want als dan het woord van Jezus klinkt over wat hen nog te wachten staat, dan merk je blijkbaar, nog heeft Jezus vertrouwen in deze groep gelovigen die al heel veel op hun bordje hebben liggen. Hij gelooft er nog in dat ze goed terecht zullen komen, want hij zegt, hij waarschuwt ze van tevoren, sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid. Sommigen van u zullen zo op de proef gesteld worden. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Het was dus blijkbaar nog niet genoeg. Ze kregen nog meer te verduren. Nog meer verdrukking, nog meer ellende. En inderdaad, nog zijn er gelovigen, ook vandaag, die beweren, ach, die verdrukking, die grote verdrukking, nou, de Heer die zijn kinderen lief heeft, die zal hen zeker wel eruit halen op tijd, voordat het gaat losbarsten. Hier lees ik bij Jezus wat anders. Het zal nog erger worden. Je hebt al heel veel meegemaakt, maar er komt nog meer aan. Dwars door de verdrukking heen, en het plaatje van daarnet is daar onder andere getuige van, dwars door die verdrukking heen is God toch bezig met zijn gemeente, zijn kerk. Blijkbaar is dat nog de manier om zijn gemeente, zijn kerk, zijn bruid te zuiveren. Dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Dat zingen we toch zelf ook? Dat geloven we toch? En als het dan zover is, dat is niet fijn, natuurlijk niet. Maar waarom is het toch fijn? Omdat iemand, en dat merk je ook aan de woorden van Jezus, toch weet en het vertelt, ik heb alles in de hand. Want als hij zegt 10 dagen, dan klinkt daar iets in door van weet dat ik bepaal hoe lang, hoeveel jij te verduren krijgt. Maak je geen zorgen. Ik bepaal tot hoever. Dat zien we terug ook in het leven van Job. Ook daar kreeg de duivel vrij spel, totdat God ingreep. En dat is nog zo, ook voor de gemeente.
dwars door het vuur van de verdrukking, dwars door het vuur van de armoede heen, wordt deze gemeente in Smyrna gezuiverd, opgebouwd, gesterkt. Een gemeente met karakter. Dat brengt me bij een leider met karakter. Want een van de leiders van toen was Polycarpus. Deze man werd aangesteld, zo vertellen ons de geleerden en de geschriften, door zelfs de apostel Johannes, die op het eiland Patmos werd verbannen. Hij stelde Polycarpus aan als bisschop van Smyrna. Is een beroemde man geworden, inspirerend tot op het bot, want hij laat zien wat de gemeente heeft meegemaakt en hoeveel karakter deze gemeente had. En misschien heeft deze gemeente ook zoveel karakter kunnen ontwikkelen dankzij een leider als Polycarpus. Aan het eind van zijn leven, hij is 86 jaar oud geworden, dan wordt hij meegenomen, wordt hij gearresteerd om ter dood te worden gebracht. Verraden door de zogenaamde Joden eerder genoemd. En dan wordt hij meegesleurd en genomen en neergezet voor de stadhouder die de macht had om hem vrij te spreken of het vonnis uit te laten voeren. Alsjeblieft, zegt de stadhouder, denkt u toch aan uw hoge leeftijd. En nog meer van die uitspraken gebruikte de stadhouder om hem ervan te weerhouden. Zweer eenvoudig bij de godheid van de keizer. Kom toch tot uzelf. U hoeft maar te zweren en ik laat u vrij. Vervloek toch die Christus. En dan neemt Polycarpus, 86 jaar oud, het woord en zegt: 86 jaar heb ik hem, Jezus, gediend. En ik heb nog nooit ook maar één enkele reden tot klagen gehad. En trouwens, hoe zou ik mijn koning en mijn verlosser kunnen vervloeken? Hij wordt meegenomen. Hij wordt neergezet bij de brandstapel. En ze willen hem vastbinden, extra vastbinden. Maar dan zegt hij van, dat hoeft niet, want ik zal het ondergaan. Ik zal niet weglopen. Laat het maar zo. En ze laten het zo en ze beginnen dat vuur aan te steken. En zo wordt Polycarpus, bisschop van Smyrna, leider van de kerk in die dagen, levend verbrand. Waarom? Omdat hij geloofde en wilde blijven geloven in Jezus. Dat was de prijs die hij betaalde, een leider met karakter. Een heer met karakter. Wellicht ligt daar het geheim van Polycarpus. Zo spreekt hij er ook over. Hij wist van zijn heer en welke weg zijn heer was gegaan voor hem. Een heer met karakter. Hoe komt dat hier tevoorschijn in die paar regels? Ik weet, zegt Jezus. En wat is dat waardevol, dat hij dat zegt. Ik weet, dat klinkt zoiets als dat hij naar je toe komt en zegt, ik weet wat je meemaakt. Je hoeft me niks te vertellen. Ik weet hoe moeilijk het is om vol te houden. Ik weet het. Niets hoef je mij te vertellen. Ik weet het. Voordat je bidt, voordat je zucht, ik weet het. Hij staat dus niet lijdzaam toe te kijken hoe zijn gelovigen in Smyrna worden kapotgedrukt, zoals in die notenkraker. Het doet hem dus heel veel. Ik weet het. Ik weet het. Een heer met karakter. Hij zelf, als niemand ooit tevoren en ook daarna, hij zelf onderging die straf, die marteldood, die ook niet is te bevatten en te beschrijven. Hij zelf inspireerde Polycarpus.
Heer, omdat u dat voor mij hebt gedaan, daarom wil ik dezelfde weg gaan en kan ik die weg ook gaan. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en levend geworden. Ja, ik weet het, zegt Jezus, hoe de dood is. Ik weet het, hoe het is om de dood ingejaagd te worden op een verschrikkelijke manier. Maar ik weet ook dat er leven is. Ik weet ook dat de dood is overwonnen. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat niet de stadhouder het laatste woord heeft. Dat niet de keizer het laatste woord heeft. Ik ben levend geworden. Stel je voor dat Jezus schrijft aan ons, de baptistengemeente in Sneek. Wat zou hij dan opschrijven? Wat fijn dat jullie een nieuw gebouw hebben. Wat fijn dat jullie twee voorgangers hebben en niet één. Wat fijn dat jullie zoveel muziek hebben op het podium. Wat jammer dat het orgel weg is. Oh nee. Kunt u wel tegen, toch? Zou Jezus het aandurven te zeggen, te waarschuwen voor verdrukking? Zo van, denk erom jongens. Het is tot nu toe heel fijn en mooi en prachtig, maar er komt een tijd dat ze binnen gaan vallen, hier. Er komt een tijd dat ze sommigen van jullie gaan arresteren. En van alles bedenken. Om ze vast te zetten. En vreselijke dingen te doen. Ze zullen van alles zoeken om jullie in een kwaad daglicht te brengen. Zou hij het aankunnen om dat te schrijven naar ons? En als je dat doet, zullen we dan blijven? Dan zeggen we, nou, dan ga ik maar naar een andere. Of helemaal niet meer. Zal die het zien zitten dat u, jij en ik door die moeilijke tijd heen gaan, zoals gelovigen toen en nog ook vandaag elders op zoveel plaatsen? Wat zou Jezus schrijven aan de baptistengemeente in Sneek? Ik zou willen dat hij schreef zoals hier. Ik zou willen dat hij schreef. Ik heb er alle vertrouwen in wat jullie te wachten staat. Ik zie dat er heel veel liefde is. Ik zie dat er veel liefde is voor mij en daardoor veel liefde voor elkaar. Ik zie dat jullie elkaar hebben. En weet dat bij wat je te wachten staat, jullie het kunnen. Weet dat het verschrikkelijk moeilijk kan zijn, voor sommigen onder u zelfs. Maar er is een weg om te overwinnen. Er is een manier om niet op te hoeven te geven. Er is een manier om vol te houden. Er is een manier om niet te bezwijken voor de verleiding, integendeel. Er is een weg van overwinning. Hij eindigt hier aan deze gelovigen. Wie een oor heeft, die hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Je zult van de tweede dood, dat is die eeuwige afscheiding van God, dat wordt ermee bedoeld, je zult van die tweede dood geen last hebben. Je zult, anders gezegd, altijd in mijn tegenwoordigheid zijn. Ik heb nog geen plaatje. We begonnen met de ijssalon. Daar ga je naartoe voor de lol. Niet voor je dagelijks eten, mag ik hopen. Hier staat voedsel voor elke dag. Een afbeelding van brood en wijn. Hier staat het voedsel dat jij en ik nodig hebben om het aan te kunnen. Hier staat wat verwijst naar Jezus die weg is gegaan. Hier staat
het verhaal van Polycarpus en die andere leden van de gemeente. Hebben wij de weg van het kruis ervoor over om Jezus te volgen? Leid mij naar het kruis van Jezus, zingen we zo meteen. Wil je dat? Wil je dat? Heer, leid mij naar het kruis, leid me langs het kruis, er dwars doorheen. Want Heer, zoals die mensen daar en toen, dat is prachtig. Prachtig om zo erin te staan, niets te hoeven vrezen, hoe moeilijk ook maar. Uiteindelijk zicht te hebben op u, de levende, de grote, grote overwinnaar. En dan mag je bidden. En ik doe graag met u mee. Heer, help mij trouw te zijn tot in de dood. Want daar heb ik u bij nodig. Daar begonnen we ook mee hiervoor. Ik heb u nodig, Heer. Ik heb u nodig om te ondergaan als het zover is. Ik heb u nodig als noten worden gekraakt in mijn leven. Ik heb u nodig als het erop aankomt. Ik heb u nodig, Heer. Nooit kan ik het alleen. Wees u maar heel dicht nabij. En voor nu, leid ons naar het kruis van Jezus. Amen. Als een nieuw geboren.